Het bouwteam. Zo te zien geniet iedereen van de grote race vandaag. Kijk, de kleintjes zijn er ook. Helaas zijn ze nog te klein om op de racebaan te racen. Het ziet er leuk uit. Ja, goed idee, kleine Jerry. Een racebaan voor de kleine auto's zou heel leuk zijn. Wat vinden jullie, team? Perfect. Hebben we ook nog een bouwtekening? Dit ziet er goed uit. Laten we naar de bouwplaats gaan, jongens. Dit is een perfecte plek voor de racebaan. Laten we aan de slag gaan, team. Oké, dit moeten we doen om de racebaan te kunnen maken. Stap 1. Charlie tilt het eerste deel van de baan op. Stap 2. Ethan en Edgar helpen Charlie het onderdeel op de goede plek te zetten. Stap 3. Charlie laat de racebaan zakken. En zo doen we dat bij elk deel van de racebaan. Oh jee. Volgens mij willen de kleintjes heel graag racen. We kunnen beter beginnen, team. Oké, jongens, laten we het eerste deel van de baan pakken. Oké, nu moeten de pilaren. Die houden de racebaan omhoog. Twee aan elke kant. Zorg dat ze rechtop staan. Goed werk. Nu kan het rode deel bovenop de vier pilaren. Misschien een beetje naar links. Voorzichtig, jongens. Perfect. Nog een paar delen van de racebaan, team. We zijn er bijna. Oké, nu het laatste deel, jongens. Oh jee, Edgar, je hebt gelijk. Het gele deel van de baan mist. Waar kan die nou zijn? Oh, daar is hij. Charlie, kan jij hem pakken voor ons? Nog maar één onderdeel, dan zijn we klaar. Oké, hij is klaar. Goed teamwork. Nu is de racebaan klaar voor de wedstrijd. Kom op, kleintjes. Laat eens zien wat jullie kunnen. En af. Wauw, het is een nek-aan-nek race. Wie gaat er winnen? Het is kleine Jerry! Gefeliciteerd! Je hebt de eerste wedstrijd gewonnen. Veel plezier, kleintjes. Goed gedaan allemaal. Je krijgt alles voor elkaar als je als een team samenwerkt. Doeg allemaal. Tot de volgende keer. Het bouwteam. Hey daar, team. Fijne Halloween. Zo te zien zijn jullie hard aan het werk. Oh.
De kleintjes zoeken nog een leuke Halloween-attractie. Hebben jullie een idee? Perfect! Een spookachtbaan! Dat wordt leuk, Ethan. Laten we naar de bouwplaats gaan. Wow! Zo te zien wordt het een lastige kawaii. Laten we beginnen. Stap 1. Plaats de palen en bevestig de rails. Stap 2. Zet de wagens op de rails. Stap 3. Zet de muren recht en maak het dak vast. We moeten eerst de palen neerzetten. De palen ondersteunen de rails. En klaar. Goed werk, jongens. Nu maken we de rails vast aan de palen. Edgar, vergeet de schroeven niet. Haha, je hebt ze nodig om alles vast te houden. Goed werk, jongens. Zorg dat de schroeven goed vastzitten. Dat ziet er al heel goed uit. Oké, de volgende stap is het plaatsen van de wagentjes. Charlie? Til jij ze één voor één op de rails? Zorg dat de wagens wel goed vastzitten. Wauw, dat is ongelooflijk. Zo te zien zijn jullie bijna klaar, team. Nu moeten alleen de muren en het dak worden bevestigd. Zorg dat je ze goed vastschroeft, zodat ze blijven staan. Laat het dak voorzichtig zakken, jongens. Oh, dat is mooi geworden. Het gaat spookachtig leuk worden. De kleintjes gaan een superleuke Halloween hebben. Hey kleintjes, zijn jullie er klaar voor een rit door het spookhuis? En jij, Francis? Wil jij in de laatste wagen zitten? Veel plezier! Kijk uit voor de vleermuizen! Wow, hoorde je de heks? Wow, dat spook ziet er heel echt uit. Ik ben blij dat jullie het leuk vonden. Fijne Halloween. Oh Francis, je weet dat dat niet echt is, toch? Missie verslagen, team. Jullie kunnen hele mooie dingen maken. Doei allemaal, tot de volgende keer. Hoi jongens, hoe kunnen we jullie helpen? Oké, Charlie, Ethan, Edgar, kleine Frank en zijn vrienden zoeken hulp voor een bouwopdracht.
Kunnen jullie helpen? Mm-hmm. Perfect. Wat is de opdracht vandaag? Wauw, een reuzenrad voor de speelplaats. Cool. Het bouwteam gaat aan de slag. Laten we gaan, jongens. Dit gaat lastig worden, maar ook heel leuk. Jullie zullen als een team moeten samenwerken om het voor elkaar te krijgen. Oké, team. Dit is het plan om deze opdracht te volbrengen. Stap 1. Maak de twee buitenste wielen aan elkaar vast. Stap 2. Maak de ondersteuning vast aan de wielen. Stap 3. Maak de bakjes vast. Wauw, dat zijn veel bouwmaterialen. Laten we beginnen. Oké, laten we alle bouwmaterialen verzamelen die we nodig hebben en brengen ze naar de speelplaats. Eerst moet er een vierkant gat worden gegraven voor de fundering. Wie kan dat doen? Perfect! Oké, nu moet het gat met cement worden gevuld. Oeps, we zijn de cement vergeten. Geen probleem, we roepen Christopher de cementwagen. Hoi Christopher, het bouwteam heeft je hulp nodig. Kan jij cement naar de speelplaats brengen? Oh, perfect! Je bent er! Dit gat moet worden gevuld met cement. Kan jij dat? Oeps! Snel! Schep de cement in het gat voordat het opdroogt. Phew, dat scheelde niks. En terwijl het cement droogt, kunnen we het wiel opbouwen. Eerst moeten de wielen aan elkaar vast worden gemaakt. Oké, goed teamwork samen. Vergeet ze niet om ze vast te schroeven. Het reuzenrad ziet er goed uit. Laten we hem nu op de fundering zetten. Oh jee, Edgar is niet groot genoeg. Charlie, kan jij het proberen? Wauw, jullie zijn goed bezig. Snel, schroef het wiel vast. Het reuzenrad is klaar. Het ziet er goed uit, jongens. Ha, net op tijd. Het team is bijna klaar met het reuzenrad. Willen jullie zien hoe de bakjes worden vastgemaakt door Charlie, Ethan en Edgar? Oké,
Ethan, breng de bakjes naar het rad. Dan kan Edgar ze vastmaken. Goed werk allemaal. Dus, wie wil het reuzenrad uitproberen? Perfect. Zo te zien hebben jullie plezier. Goed gedaan allemaal. Kijk, je kunt alles voor elkaar krijgen als je maar samenwerkt. Bedankt voor je hulp, Christopher. Tot de volgende keer, jongens.